Dit is een bekend Arabisch liedje. Voor degenen die het kennen, jullie kunnen altijd meezingen. Het maakt de sfeer ook wat leuker. İlk olarak 2019'da bu Street İftar serisini başlattık. Malum pandemi nedeniyle 2 senedir yapamadığımız iftarı elhamdülillah bu sene yapabildik. Buradaki amaç çeşitli üniversite öğrencilerini burada bir araya getirip Rotterdam meydanında aynı anda iftarlarını açtırmak. Bunu 2 sene yapamadık. Bunun çok üzüntüsünü duyduk. Yani burada geçen insanlar var, yabancılar, Müslümanlar, Müslüman olmayanlar, onları da davet ediyoruz soframıza. Burada sol tarafımızda bibliotek var, yani kütüphane. Sağ tarafımızda da Marktal dediğimiz yer var. Orada da çeşitli kültürlerin yemekleri satılıyor. Biz de tam hem kütüphanenin hem de Marktal'ın tam ortasına iftarımızı kurduk. Niet alleen moslimvasten, maar ook anders gelovige vasten ook. De manier van vasten is misschien wel anders en kan verschillen van elkaar, maar het vasten... En ik wil jullie allemaal verwelkomen met de beste groet die er is. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met jullie en de zegeningen en genade die er eigenlijk bestaat. Misschien wel de eerste, want als we even nadenken of herinneren aan het verhaal van Adam en Eva. In de Koran zegt Allah in een vers in hoofdstuk Bakara: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O gelovigen, het vaste is jullie voorgeschreven, net als dat is voorgeschreven voor de volkeren voor jullie. Kum tattaqun, het is te verwachten dat jullie godvruchtig zijn en die energie opbrengen om te gaan. Maar wij mensen, we bestaan niet alleen maar uit het materiële, maar we bestaan ook uit een geestelijke kant en een spirituele kant. We gaan even liggen en dan staan we in de nacht op om suhoor te doen, om nog wat bij te eten, bij te drinken. En vervolgens gaan we. De gunsten die jullie hebben gekregen, daar zegt Allah jullie voor ondervragen. Beste broeders en zusters, want dit zijn gewone was die gewoon de meest gunne persoon die ze kenden. Maar in de maand Ramadan was hij nog gunner. En elke dag hebben wij genoeg. Wij gooien voedsel weg. Wat schandalig is. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يجعل الليل سكنا والشمس وهو الذي جعل لكم you
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'ala s-salah. Maar het was altijd investeren, ik was altijd die ik weet ja. Jij was onderzoek naar de غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعطى ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ألم نشرح لك صدرك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله